goedemiddag. In Eindhoven worden vanmiddag de eerste mensen ingeënt tegen de Mexicaanse griep. Het gaat om 900 patiënten van huisarts Maarten Keunen in Woensel-Noord. Alleen mensen die deel uitmaken van de zogenaamde risicogroep komen in aanmerking voor de prik. Bij huisarts Keunen, daar staat verslaggever Erik Peters. Erik, goedemorgen, middag. Is de dokter al begonnen met prikken? De dokter staat op het punt om te gaan beginnen met prikken. Hier achter mij, dat kun je niet zien, maar zitten al denk een tiental mensen te wachten op hun eerste griepprik. Dokter Keunen, het zijn inderdaad de eerste prikken die in Brabant worden gezet. En u bent de eerste arts die daarmee gaat beginnen. Hoe heeft dat zo voor elkaar gekregen? Ja, ik denk dat het toch een kwestie is van toch een beetje een lot is. Ik hoop niet uit de loterij, maar het is wel een lot. Ik was ook heel vroeg met aanvragen van een normale griepprik. En 2 weken na de normale griepprik krijg je de vaccinatie voor de Mexicaanse griep. En we hebben de normale griepprik helemaal afgerond. Dus vandaar kunnen we daarom ook nu beginnen met de start van de Mexicaanse griep. Ja, welke mensen komen er vandaag in aanmerking voor zo'n prik? Het zijn voornamelijk de risicogroepen. Dus de patiënten met suikerziekte, hart- en vaatziekten en longziekten. En mensen met kwaadaardige ziekten. Ja, er is ook heel veel discussie over om ook kinderen in te enten, om gewoon alle kinderen te gaan inenten. Hoe staat u daar tegenover? Ja, daar heeft vanavond komt er via de gezondheidsraad geeft daar een uitsluitsel over. Zelf zou ik adviseren om toch te vaccineren. Ik wil in ieder geval mijn eigen kinderen, die krijgen zeker het vaccin. En andere mensen, kunnen die dat ook gewoon gaan vragen bij de huisarts om vaccins voor hun eigen kinderen? Ik denk dat we even moeten afwachten wat het advies is van de gezondheidsraad. Dat hangt natuurlijk ook af of er genoeg vaccins zijn. Hebben er ook mensen een spuit geweigerd vandaag? We hebben 1200 mensen opgeroepen. En op dit moment hebben ongeveer 60 mensen hebben echt geantwoord dat ze hem weigeren. Maar normaal, bij een normale griepvaccinatie, is dat ongeveer 200 mensen de griep weigeren. Dus ik ben benieuwd hoeveel er nu het weigeren. Oké, dank u wel, dokter Keunen. Nou, dokter Keunen heeft voorlopig zijn handen nog even vol, want er moeten hier vanmiddag nog in 4 uur tijd zo'n 700 mensen een prik krijgen. Dus dat is heel wat werk hier in deze praktijk. En overigens moeten de dokters dit weekend ook sowieso extra aan de bak, want we hebben het horen gekregen dat dokters dit weekend meer uren moeten gaan maken, overuren moeten gaan maken om al die vragen over de Mexicaanse griep te gaan beantwoorden. Tot zover Erik Peters vanuit Eindhoven.